Een van de vruchtbaarste streken van Indonesië is de Preanger op West-Java. Een vulkanisch gebied. In de dalen rijk aan sawa's, op vele hellingen bedekt met theeplantages. In deze streek is met ontwikkelingshulp van Nederland en van de Wereldbank een research-instituut voor thee en kina gebouwd. Een complex dat onder andere tal van laboratoria omvat, alsmede een hypermodern proefstation met vele proeftuinen. Een experimentele theefabriek komt nog dit jaar gereed. Nederlandse deskundigen werken hier samen met de Indonesische leiding, evenals specialisten uit Ceylon. In de kina-kwekerij worden onder andere veredelingsproeven genomen door de kina te enten op de onderstam van een andere plant. Maar het grootste deel van de onderzoekingen richt zich op de thee. Wat begrijpelijk is als men weet dat er in Indonesië zeker 30 maal meer thee wordt verbouwd dan kina. In de proeftuinen worden telkens nieuwe theeplanten met bewortelde stekken uitgezet. En daaruit ontstaan na verloop van tijd telkens andere soorten die op hun beurt weer aan proeven worden onderworpen. Ook onderzoekt men de werkzaamheid van nieuwe bestrijdingsmiddelen tegen schimmels en insecten. Het Indonesische instituut kweekt in deze proeftuinen, waarvan de onderneming Gambung de voornaamste is, zoveel thee dat de experimentele fabriek straks zo'n 800.000 kilo thee per jaar kan bereiden. Thee van steeds betere kwaliteit die in toenemende mate geëxporteerd zal kunnen worden.